carnaval is belangrijk voor Blankenbergen. In het bijzonder de confrérie van de Leuten. Uw reactie erop? Dat is fantastisch. Hè? Blankenbergen leeft van carnaval in de winterperiode. U ziet het, er is hier enorm veel volk. We verwachten de volgende dagen vele duizenden bezoekers naar Blankenbergen. Dus we zijn heel gelukkig dat Blankenbergen zo leeft in onze stad. Het is de derde keer dat je het bestuur van de stad overlaat aan Prins Carnaval. Ja, en dat is dan iedere keer goed verlopen. Ik hou iedere keer mijn hart vast als ik de sleutel van het stadhuis aan de Prins Carnaval geef. Maar gelukkig hebben ze iedere keer goed de sleutel vastgehouden en is er niks ernstigs gebeurd. Ere Jonk, heer Bart, net niet dit jaar, volgend jaar beter? Nee, volgend jaar nog niet. Maar dat komt wel nog, maar we gaan zien wie, hoe en wat. En eerst dit jaar carnaval vieren en dan zien we wel verder. Wat is er verkeerd gelopen? Oh ja, sowieso. Allee, Henk is een echte Blankenbergenaar, ik niet. Ik ben van Oostkamp afkomstig. En Henk is ook al jaren carnavalist. Schenkt ook ieder jaar aan elke aan iedere prins een fiets. Dus het was een moeilijke strijd om aan te beginnen, maar we hebben toch gedurfd. En jammer genoeg is het niet genoeg geweest, maar ja. Henk, Prins Carnaval 2014, uw reactie alstublieft. Ja, dat is prachtig, he. Die mensen dat al jaren. Ik heb de commieren uitbrengen hier in Blankenbergen over de politiek en over de mensen. Ik krijg stak onder water, dat moet kunnen al sinds. Nee, dat moet kunnen. Nee. Had je het verwacht dat u ging winnen? We worden met 2-1 en met al 2 zijn beste gedaan. En de beste mogen winnen. En met veel respect voor mijn kandidaat en Bart. We gaan maar in de winnaar zijn. He. Dus, Wat mogen we verwachten het volgende jaar van u? Vanaf morgen 4 dagen carnaval vieren, dan moet alles weer prijs zijn en dan moet het keihard zijn. Okay. Veel succes. Dank u wel. Michael de Tweede, u bent Prins Carnaval af. U bent een jaar Prins Carnaval geweest. Hoe voelt het nu? Ah, wel, het is een heel speciaal moment hier. Vooral. Allee, het is een heel mooie tijd geweest. Allee, je ziet al dat volk. Is dat machtig voor je terug te komen als prins? Allee, als je aan je hangt ziet staan, ken je vorig jaar staan. Het is fantastisch, ja. Het is een ongelooflijk moment geweest. Weet je, met Ipsa en Damse geweest. Maar als je prins van Blankenbergen gaat zijn, is het altijd iets speciaals. Je gaat dat niet verlinken met een Torhout of Zeeperen. Maar in wij gaan overal als prins. En we zijn zeer gekend ook. En we moeten er heel veel voor doen ook, voor die prins te kunnen worden. En het is, je ziet hier wel de manier waarop. Het is fantastisch, ja. Ga je niet in een gat vallen nu dat je prins bent? Nee. Ik ben al... Een zestal jaar lid van de Daring Boys. Dat is de oudste carnavalvereniging van Blankenbergen. En nu ga ik gewoon, zoals vroeger, terug mee in de stoet. En nu ben ik ook lid van het Hof der Prinsen. Dus, het is nu mijn laatste keer dat ik mee in de stoet. En hopelijk kom ik van dit jaar de eerste prijs aan.